De Algemene Beschouwingen 1999. Ja, vaak nogal wat saai, wat uitgebreid, veel gepraat over moties. Maar dit jaar scoorde Ton Hoijmaier van de VVD met een toch wel heel aardig recital. Een herinnering aan de Algemene Beschouwingen uit 1899, een eeuw geleden. Luister even mee hoe het er toen naartoe ging, aan toe ging en hoe dat lijkt op wat er vandaag de dag gebeurt. Hij wenst erop te wijzen dat wanneer er genomen zijn vooruitstrevende besluiten, deze dan ook behoren uitgevoerd te worden in dezelfde geest. Men zal zeggen dat spreekt vanzelf. Het spreekt vanzelf dat BMW, die niets anders zijn dan de uitvoerders van de besluiten van een raad, die besluiten dan ook hebben uit te voeren in de geest van den raad. En toch, hoe vanzelfsprekend zulks ook schijnt, spreker is op dit punt niet geheel gerust. Omdat misschien niet altijd alle leden van het dagelijks bestuur ingenomen zijn geweest met de door den raad genomen besluiten. Spreker kan zich dan ook voorstellen, ik sluit af, dat het voorgekomen is dat na een genomen besluit in het college van BMW de een of andere in den spiegel zienden de opmerking heeft gemaakt: wat begin ik radicaal te worden. Zeer bedankt. Van Hoijmaier. Zo, nou hoort u het is van een ander, begrijp ik. Na dit historisch exposé, waar ik als historica toch erg van genoten heb, toch maar even weer terug naar de toekomst wat mij betreft. Het laatste jaar van deze eeuw, voorzitter, was het eerste jaar dat deze gemeenteraad werkte met een voorjaarsnota. We hebben daarmee een nieuw moment van sturing gecreëerd. En dat heeft, naar de mening van de fractie van GroenLinks, inhoudelijk over het algemeen goed gewerkt. De begroting is dit jaar een lezenswaardig stuk geworden dat in het algemeen goed inzichtelijk is. Waar dat niet het geval is, daar zal mijn collega van Poelgeest zo meteen op terugkomen. Inhoudelijk kiest het college, naar ik aanneem mede door de inbreng van de raad bij de voorjaarsnota, in grote lijnen voor investering in een sociale en leefbare stad. En dat doet ons deugd. Ik herhaal het nog maar eens. Als wij kijken naar de begroting en de keuzen die daarin gemaakt zijn, dan kunnen we niet anders dan constateren dat dit college ons college is. Ik loop enkele van de wensen uit het voorjaar nog even langs. Er is geld gereserveerd voor de uitvoering van het nog te verwachten broedplaatsenbeleid. Naar de mening van mijn fractie nog niet voldoende. U heeft dat ook in de moties terug kunnen vinden. Maar het is een begin. Dat doet ons er overigens wel nieuwsgierig naar worden wanneer de plannen van het college op dit punt te verwachten zijn. En een ander punt is het dat het gelukt is om de doelgroep van de plusvoorziening al in 2000 uit te breiden tot iedereen die minimaal 5 jaar van een minimuminkomen moet rondkomen. Ook daar zijn wij tevreden mee. Het maken van plannen en het vrijmaken van geld is echter niet het enige waarop deze raad wenst te sturen. Ook de mate waarin beleid wordt uitgewerkt, het tempo waarin die uitwerking tot ons komt en de mate van concretisering en uitvoerbaarheid zijn onderwerp van discussie in deze raad. En daaraan schort het ook wel eens. In dit kader wil de GroenLinks-fractie het college nog eens aansporen, nu toch op heel korte termijn. En ik kijk vooral even een van de wethouders die daar zitten praten aan, het al zo lang aangekondigde integraal jeugdbeleid vorm te geven. Meneer de voorzitter, het jaar 2000 wordt al enige tijd in de wandelgangen genoemd als het jaar van de midterm review. Immers, al voor het einde van de eerste helft van de zittingstermijn van dit college is het grootste deel van de plannen uit het programmaakkoord gerealiseerd. En ambitieus als ook wij zijn, betekent dat dat we nieuwe plannen moeten gaan maken. Namens mijn fractie wil ik u alvast enkele lijnen meegeven die voor ons van groot belang zijn bij die nieuwe plannen maken. En ik begin met een beschouwing van de financiële verhoudingen in ons land. Die zijn namelijk scheef. Niet alleen tussen individuen onderling, maar ook tussen particuliere en publieke middelen. Jarenlange bezuinigingen op met name zorg, welzijn en onderwijs hebben gaten geslagen in onze collectieve redzaamheid. En daarbij komt een jarenlang volgehouden loonmatiging in combinatie met groeiende winsten en vermogens, mede gestimuleerd door lastenverlichting door de overheid. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat we momenteel te maken hebben met een situatie waarin publieke armoede bestaat naast particuliere rijkdom. En die situatie is zichtbaar in het feit dat in de afgelopen jaren, en dan heb ik het over 10 jaar, de vermogens van particulieren met gemiddeld 80% gestegen zijn. Van 110.000 gulden in 1990 tot ongeveer 2 ton nu.
En die situatie wordt nog versterkt als de belastingplannen van het Paarse kabinet doorgaan. Netto 5 miljard aan lastenverlichting staan in de stijgers. Mevrouw Hofmaier, bent u de wat positievere ontwikkeling van de laatste 3 jaar vergeten? Het recente bericht dat de koopkracht vorig jaar met 2,7 gemiddeld nog nooit zo snel gestegen was. Ik heb het niet over koopkracht. Ik heb het erover dat we als overheid armer worden, terwijl de burgers rijker worden. Daar heb ik het over. Daar moeten we, en daarmee heb ik het over die lastenverlichting die in de stijger staat, als gemeente niet nog eens een schepje bovenop willen doen. Immers, dat gaat dan, en dan geef ik ook antwoord aan mevrouw Krikke, wat daartegen is. Dat gaat dan ten koste van het geld dat we ook in goede voorzieningen zouden kunnen steken. Voorzieningen die de kwaliteit van de samenleving vergroten. Daarnaast levert een toegenomen welvaart, en ook dat is zichtbaar in studies en overigens ook in ons eigen milieubeleidsplan, nog steeds een significante bijdrage aan de groei van de milieubelasting. Nu zult u nieuwsgierig zijn naar wat we dan wel willen. Dat zal ik u vertellen. Investeren in duurzame kwaliteit van de samenleving. Dat betekent, wat de fractie van GroenLinks betreft, daadwerkelijk en structureel investeren in de plannen rond de sociale structuur. De sociale pijlen van het grote stedenbeleid en de relatie met de stadsdelen, juist waar het gaat om deze thema's. Wij zijn blij met de eerste stappen die gezet zijn in de richting van een sociaal planproces, vergelijkbaar met planprocessen in de ruimtelijke sector, waarbij een analyse van de sociale staat van de stad en stadsdelen de basis is voor de keuzen die gemaakt worden om waar en hoe te investeren. Als GroenLinks vinden we het essentieel voor het sociale weefsel van de stad dat er aandacht is voor en geld wordt besteed aan kinderopvang, waarvoor nog steeds te lange wachtlijsten bestaan, jeugdbeleid, dat hard nodig is om de samenleving duurzaam samen te houden, ouderenvoorzieningen, om isolement en uitsluiting te voorkomen, en kwetsbare groepen als psychiatrische patiënten en slachtoffers van de koppelingswet. Wat ons betreft staan de thema's, genoemd in de sociale agenda, dan ook nadrukkelijk op de agenda als het gaat om het verdelen van nieuwe middelen bij de midterm review. En regie voeren betekent ook dat je de spelers in het veld, in dit geval vooral de stadsdelen, de ruimte biedt om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Naar onze mening dient dus een goed deel van het te verwachten accref in het gemeentefonds ten behoeve van deze doelen naar de stadsdelen te worden doorvergoed. En dan zullen we daarnaast een stap extra moeten lopen om onze doelstellingen op het terrein van duurzaamheid waar te kunnen maken. Recent is in de commissie Milieu het milieubeleidsplan vastgesteld. Daarin worden ambitieuze doelstellingen verwoord. En dat is, wat de fractie van GroenLinks betreft, niet vrijblijvend. Om die waar te kunnen maken, zal de komende jaren hard moeten worden gewerkt en geld moeten worden vrijgemaakt. Wat betreft mijn fractie gaat het dan vooral om duurzaam renoveren, bescherming en het beheer van het groen in de stad, creatieve nieuwe oplossingen om de automobiliteit te beperken en intensivering van het grondgebruik, vooral op bedrijventerreinen. De gestelde doelen zullen door mijn fractie steeds weer voor ogen gehouden worden. Die zijn belangrijker dan de voorgestelde maatregelen. Immers, als maatregelen de doelen niet voldoende dichterbij brengen, zal naar nieuwe maatregelen moeten worden gezocht om die doelen alsnog te bereiken. Een andere investering die wat ons betreft in het kader van de midterm review aan de orde is, is gericht op wat we sinds de voorjaarsnota zijn gaan noemen flankerend werkgelegenheidsbeleid. Weer noem ik kinderopvang, waaronder ook de naschoolse opvang en het wegwerken van de armoedeval. Naar de mening van de fractie van GroenLinks is het in het huidige tijdsgewricht niet alleen zaak om aan werklozen te sleutelen, om hen voor de arbeidsmarkt klaar te stomen, maar juist ook aan de omstandigheden waaronder zij in staat moeten worden geacht werk te vinden en te kunnen aanvaarden. En die heb ik net genoemd. Overigens blijft, wat ons betreft, armoedebestrijding ook de komende jaren een thema. Het verder verbeteren van de schuldhulpverlening en het invoeren van een bijverdienregeling blijven nodig. Want al gaat het economisch nog zo goed met velen van ons, er is nog steeds te veel armoede in de stad. Een enkel woord, voorzitter, over de procedure die we dit jaar gevolgd hebben. In zo'n eerste jaar gaat er heel veel mis. Ik noem een paar punten die wat mij betreft volgend jaar anders kunnen en moeten. Ik neem aan dat we de cyclus binnenkort eens tegen het licht houden. Beschouw deze opmerkingen dus ook in dat kader. 1. Ook het college zal zich erop moeten voorbereiden dat de grote lijnen bij de voorjaarsnota worden geschetst. Algemene beschouwingen vragen dus ook van haar op dat moment een missieve. 2. De grote lijnen worden niet alleen geschetst, maar ook uitgezet bij de voorjaarsnota. Doel van de operatie was dat de raad meer aan het roer zou komen te staan. De raad geeft daar de richting.
Het zou het college sieren als in de begroting helder en herkenbaar wordt verwezen naar besluiten die bij de voorjaarsnota zijn genomen. 3. De behandeling van de begroting in de commissies is dit jaar ernstig in de knel gekomen doordat de begroting 2 weken later beschikbaar was dan aanvankelijk voorzien. Deze manier van werken roept naar de mening van mijn fractie onnodig veel overbodige moties op. En weer, net als vorig jaar, veel moties die om onderzoek vragen. Inhoudelijk gaat collega Van Poelgeest zo dadelijk op de moties in. Maar mij moet toch van het hart dat als we ons zorgen maken over de torenhoge kosten van externe onderzoeken, dat we dan als raad ook eens bij onszelf te raden moeten gaan. Vorig jaar heb ik daarover het volgende gezegd, ik citeer. Het is de vraag of we in de toekomst dergelijke moties niet ook van een dekking moeten voorzien, al was het maar om de kans op onderzoeken voor de diepste archieflades te beperken. Einde citaat. Immers dan zullen we beter dan tot nu toe, voeg ik er maar aan toe voor vandaag, moeten afwegen wat we nu precies met dat gevraagde onderzoek beogen. Ik denk dat we het begin van de veranderde cyclus goed doordacht hebben, voorjaarsnota en algemene beschouwingen, maar dat er nog eens goed moet worden gekeken naar het slot van de cyclus, commissiebehandeling en slotbeschouwingen. Dat alles is geen reden om nu maar meteen een compleet nieuwe cyclus te bedenken of terug te keren naar de oude vormen en gedachten. Maar we zijn in de ogen van de fractie van GroenLinks nog niet waar we wezen willen. Meneer Keuler, gisteren is de regering akkoord gegaan met het voorstel van de minister van Verkeer en Waterstaat in zaken het rekeningrijden. Dat wil zeggen voor op Amsterdam gericht. Een groot succes. Eindelijk wordt de enorme mobiliteit rond de hoofdstad, die mobiliteit die tot veel problemen leidt, beteugeld. Nou ja, we zijn nu zover dat we daarover willen praten. En dat moeten we allemaal in de regio nog goedkeuren. Onze gemeenteraad en anderen. Maar als dat gesprek op de nu afgesproken uitgangspunten van de grond komt en dat leidt tot een goede uitwerking, dan doen we een grote stap voorwaarts. Dan doe je 2 dingen tegelijk. Enerzijds wordt de stroomautoverkeer in de spits wat beperkt door het rekeningrijden. Anderzijds wordt ook de capaciteit uitgebreid door spitsstroken en komt er vervangend en alternatief openbaar vervoer voor degene die daar dan op over moeten stappen. Dus dan heb je een totaalpakket wat samen de toenemende files oplost. Ja. Bij die uitwerking moet ook blijken, dat laten we ook door een onafhankelijk derde nog narekenen, dat inderdaad afdoende is. Anders willen mensen er natuurlijk niet aan beginnen. Ja, en als dat dan allemaal in elkaar valt, dan hebben we een hele grote stap vooruit gedaan vergeleken bij de huidige situatie, waar we zeker weten dat de komende 10 jaar de files rond Amsterdam langer en langer worden en de stad ook onbereikbaar. Ja. Ook voor het economisch belangrijke verkeer. En dat is een desastreuze ontwikkeling. Dus die moeten we keren. En als we dan zo'n compleet pakket maken, wat het ook zou oplossen, ja, dan is dat natuurlijk een geweldige stap vooruit. Ja. Tot mijn verbazing was de Kamer van Koophandel heel erg positief over dit besluit. Maar ik denk, ik weet niet, of spreekt de Kamer van Koophandel ook voor de kleinere winkeliers die bijvoorbeeld hun eigen personeel wel niet kunnen betalen voor die extra kosten van die rekeningpoorten? Nou, ten eerste komt van de kleine winkeliers natuurlijk lang niet iedereen van helemaal vanaf Leiden of wat dan ook. Maar een klein deel van het personeel. Ten tweede staan die mensen nu dus ik weet niet hoe lang vast in de files. En dan niet meer. Ten derde gaan we dus alleen maar zo'n proef opzetten op een gebied waar er een adequaat alternatief van het openbaar vervoer is. Ja. Dus mensen die de hele dag er staan en per se in de ochtendspits moeten rijden en uit de richting Leiden komen, die kunnen makkelijk ook met het openbaar vervoer. Ja. Dus ik zie eigenlijk geen enkel probleem. Nou zit, jawel, denk ik tenminste wel. Het openbaar vervoer zit al gedeeld. Bijvoorbeeld de treinen, de ochtendspits zit al enorm aan hun topcapaciteit. Er is gewoon op een gegeven moment niet meer lengte per ron beschikbaar om mensen te laten uitstappen en instappen. En ik vraag me ook af hoe met een dergelijk slecht functionerend gemeentevervoerbedrijf en een taxibranche die in beweging is. Hè, ze gaan bijvoorbeeld per 1 januari al de tarieven omhoog doen, bang voor concurrentie of hoe ze dat ook motiveren. Ik ben bang, ik zie dat niet zo goed zitten. Nou, die taxi is natuurlijk in deze irrelevant. Het is niet de bedoeling dat iedereen in een taxi zit. Er staan de wegen precies even vol. Er komt ook bijna niemand naar zijn werk van Leiden naar Amsterdam met een taxi. Het openbaar vervoer, dat is een reëel probleem. Er staat bij dat uitwerken voor die bepaalde corridors, bijvoorbeeld rond de A4, wordt gelijktijdig uitgewerkt hoeveel geld er extra nodig is om de capaciteit van het openbaar vervoer. Je kan natuurlijk, als er zo'n proef is, over een paar jaar daar nog niet een hele nieuwe lijn bij hebben liggen. Dus de capaciteit op de bestaande busbanen, treinvakken, kan worden opgevoerd. Nou, er zal een beperkt, overigens, want er gaan nu al heel veel mensen met openbaar vervoer, een beperkt aantal extra mensen gaan. Daarvoor moet je extra capaciteit aanbieden. En dat hoort bij de uitwerking. En dan moet dus blijken dat dat kan.
Als het dus niet allemaal kan, er is alleen nu van zullen we dat uitwerken. Ja. Als blijkt bij die uitwerking dat het niet allemaal kan, dan gaat het niet door. Ja. Hoe zit het met de transferia? Transferium Arena bijvoorbeeld, die hele grote, nog steeds te slecht gebruikte parkeerplaats onder dat voetbalveld wat op de zoveel tijd moet worden vervangen. Ja. Die mensen die daar parkeren, moeten die ook betalen voor zo'n binnenkomen van de stad 's ochtends? Hangt er vanaf waar dat elektronische poortje dan komt. En dat moet allemaal nog uitgewerkt. Als het veel verder weg is, dan moeten ze daar eerst onderdoor. Het is de bedoeling dat we overstapterreinen voor auto op trein maken buiten dat cordon. Zodat mensen voordat ze moeten betalen worden uitgenodigd daar over te stappen op de trein. Ja, dus we krijgen... Dat moet nog uitgewerkt per corridor. Dat is het voorstel van zullen we dat nu samen gaan uitwerken. Betekent dat er hele grote parkeerterreinen komen langs de snelwegen waar die stations eventueel extra worden aangelegd of dat spoor extra haltes krijgt? Of dat de PNR-treinen die er zijn bij bepaalde stations worden vergroot of beter benut. Er zijn heel wat stations van treinen die Amsterdam inkomen waar nu een groot PNR-terrein is waar nog ontzettend veel plek is. En ik kan me ook voorstellen dat je niet vanuit een bepaald dorp dan helemaal tot dat poortje gaat rijden. Als je toch op de trein moet overstappen, dat je naar Leiden rijdt of naar Den Haag of wat dan ook. En daar dan overstapt op de trein. Ja. Er was nog een ander probleem, dat is namelijk het sluipverkeer. Mensen proberen waarschijnlijk toch te ontkomen aan die enorme, aan die last van 7 gulden 's ochtends. Ochtends zal er dus sluipverkeer ontstaan. Hoe gaat u dat te lijf? Nou, ook dat moet uitgewerkt en dat kan in principe op twee manieren. Ofwel die eventuele sluiproutes worden op die tijdstippen afgesloten. Maar is dat voor anderen onoverkomelijk, dan is het alternatief dat je daar ook zo'n poortje zet. Want als je dus 5 gulden, want dat wordt het hè, voor de abonnee, 5 gulden op de Rijksweg moet betalen. Maar als je om gaat rijden moet je even goed 5 gulden gaan betalen. Dan doen mensen dat niet meer. Nou, voorlopig. Ik ben erg benieuwd de stad Amsterdam ervan maakt. Samen met Rijkswaterstaat neem ik aan, de ANWB en... En de regio en de andere gemeenten. Oké, dank u. Graag gedaan. Moesten we niet her en weer wat vernieuwen? Neem nou bijvoorbeeld dat onderwerp werk. Net voor de Partij van de Arbeid is een sterke stad een werkende stad. Dat was de invalshoek bij het programmaakkoord en uitgangspunt bij wij... was vooral dat die werkloosheid zo'n enorm probleem was, dat moest zijn. Is het nou wel zo'n luxe dat de vacatures, vraagt de Partij van de Arbeid zich af. Begint zo langzamerhand die frictiewerkloosheid, zoals dat met een mooi woord heet, begint dat niet een beetje een probleem te worden in de zorg, in het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld? Is dat niet een beetje een luie benadering? Moeten we dat grote aantal vacatures niet als een probleem zien? Moeten we daar niet nieuwe afspraken over maken? Wij, de fractie van de Partij van de Arbeid, vinden dat er een schep bovenop moet. En natuurlijk begint dat met maatregelen die je nu al kan nemen. Binnen het akkoord en binnen de begroting. We hebben daarover ook 5 moties ingediend. Over werk en over ondernemen. Vorig jaar wezen we al op de waarde van die sociale supermarkt. Dat ene loket voor werk en inkomen. Het Rijk wilde dat... Deze fractie wilde dat ook, maar nog iets meer. Wij wilden er bijvoorbeeld ook zorg, zoals sociale activering en schuldhulp bij. Tamboer schreef daar aardig over in het Parool. We deden de collegeopvatting dat in veel delen van de stad tussen instanties goed wordt samengewerkt. Maar, we weten ook allemaal, een ander soort sluitende aanpak dan het college in haar pre-advies zei. Dat betekent dat wij ook een nieuwe aanpak willen voor tienermoeders. Zo'n nieuwe aanpak kan alleen als je ook in de kinderopvang forse maatregelen durft te nemen. Wij krijgen van het Rijk krijgen we kansen om 4000 kinderopvangplaatsen erbij te maken. Daar komt een forse bijdrage voor naar Amsterdam toe. Dat is een enorme klus. En deskundigen zeggen nu al dat het kan zijn dat wij daar een investering bij moeten doen... om die kinderopvang ook daadwerkelijk deze periode te realiseren. Algemene beschouwingen. Nou, dat lijkt alsof daar heel veel gepraat wordt over geld. Maar eigenlijk wordt er gepraat over dit jaar 144 moties. Want wat doen de raadsleden? Die vinden de plannen van de gemeente goed of niet goed, maar willen daar wat aan wijzigen. Een beetje in de rand, een extra subsidie hier, een dingetje daar. Meneer Halbersma, u bent van de PvdA... partij zit in het college. Heeft u moties ingediend?
Ik ben mede-ondertekenaar van één motie, die niet direct over geld gaat, maar wel indirect over de toeristenbelasting. Mijn collega Egbert de Vries en ik hebben eens naar die toeristenbelasting gekeken en gezegd, nou wat is het toch eigenlijk vreemd, die toeristen, waar zijn de toeristen nou? Nou, die zwerven eigenlijk alleen maar in de binnenstad rond, maken daar de stad vies, naast ook gedeeltelijk nog een stukje buiten Veldert, waar veel hotels zijn natuurlijk, maar toch voornamelijk in de binnenstad. De binnenstad heeft wel de lasten, maar niet de lusten van die toeristenbelasting. Zou het niet een idee zijn om die stadsdelen waar toeristen zijn, naar rato de gelden die uit die toeristenbelasting voortkomen toe te delen, zodat ze daarmee de stad kunnen schoonvegen en misschien wat extra dingen kunnen doen voor je. Bijna alsof je een soort draagkrachtprincipe hanteert. Nou ja, het klinkt een heel klein beetje naar niet zozeer draagkracht, maar het profijtbeginsel is een gevaarlijk woord. Maar ook een beetje naar het omgekeerde. Je hebt de vervuiler betaald, maar je zou kunnen zeggen degene die de rotzooi opruimt, ontvangt. In dit geval is het ook de binnenstad die natuurlijk geld verdient aan die toeristen. Dat is ook zo, maar als we nou hier de dienstbinnenstad nemen, die verdient natuurlijk direct niet zoveel aan de toeristen. Indirect wel. Natuurlijk, die toeristenbelasting gaat nu in de grote pot en naar rato krijgt de dienstbinnenstad daar een stukje van terug. Maar veel is niet. En bijvoorbeeld in deze tijd waar je dus een enorme opleving van het toerisme ziet en het dus ook ongelooflijk veel drukker is, met name hier in de binnenstad. Ook, we krijgen op dit moment ook bewoners beginnen te klagen, is er toch iets om eens even naar te kijken. Okay. Maar we waren bezig over moties, want er zijn weer 144 moties ingediend. En maar geloof ik 6 of zo hebben een positief advies gekregen. Wat is dat nou dat die raadsleden bezield om allemaal maar hun privé inzichten op zo'n manier ter tafel te brengen? Nou, ik denk dat het een combinatie is van enerzijds een soort behoefte om je te profileren als raadslid, om te zeggen, nou hier denk ik toch een slagje anders over college. En nou, op wat voor manier kan je dat uiten? Je kan een gedragen verhaal houden. Nou, daar wordt toch niet zo naar geluisterd. Jullie zitten nu ook weer hier in dit hok en niet in de zaal te luisteren. Maar dat komt omdat op A1 de hele algemene beschouwingen nu worden uitgezonden. Dus de burger kan het vandaag zelf bekijken voor het eerst in lange tijd. Daar heb je groot gelijk in. Die algemene beschouwingen vaak wat gedragen. We hebben het CDA bijvoorbeeld, die heeft een heel verhaal waarin hij de chaos in Amsterdam, het boek van Jos Verlaan, vergelijkt met het boek Openbaring. Nou, dan heb je toch een literair stukje. Ja, misschien kan ik daar eens iets van zeggen, want eigenlijk vind ik dat, we pakken het anders aan als vroeger. Vroeger had je de begroting en dat was het moment om eens even het centrale beleid vast te stellen. Gedragen algemene beschouwingen met de Bijbel erbij te houden. Vervolgens financiële beschouwingen, hoe staan we ervoor en hoe moet het verder in de wereld. Maar we hebben met elkaar afgesproken om dat in het vervolg bij de voorjaarsnota te doen. Dus ik weet niet of u het zich nog herinnert. In juli hebben we hier uitgebreid algemene beschouwingen gehad, uitgebreid financiële beschouwingen, naar de prognoses voor de komende jaren gekeken. En in wezen is wat we op dit moment doen een invuloefening. Een beetje mosterd na de maaltijd. We kijken naar de afspraken die in juli zijn gemaakt. Die zijn nu in begrotingshoofdstukken helemaal tot achter de komma ingevuld. Ja, en daar kan je nog best wat op fine-tunen, maar de grote slagen zijn al geslagen en zijn al bekend. En wat dat betreft vind ik dat deze begroting veel te veel aandacht krijgt, in ieder geval in politieke zin, in vergelijking met wat we in juli hebben gedaan. Toch proef ik ook van uw collega's uit uw fractie dat ze vinden dat het college van BMW hun moties, die vaak zijn gebaseerd op zeg maar directe ervaringen, ze kennen mensen in de stad, er is iets aangekaart, dit jeugdhonk of dat weggetje of weet ik veel wat, waar ze dan een motie over indienen, dat is hun werk. Ze zijn er zeer van overtuigd dat er iets mee moet gebeuren. En nu zijn er maar 6 positieve adviezen op de 144. Kortom, het grootste gedeelte van de moties gaat, als niet de raad er anders over stemt, de vuilnisbak in. Nou ja, ik vind het ook een beetje taak als dat geldt bijvoorbeeld, we hadden het net even over die motie van toeristenbelasting. Daar roept het college om wat voor reden dan ook niet over uit. Om dat gewoon door te zetten en te zeggen, we doen dat ook in dit geval zo dat we in de motie eigenlijk zeggen van college zoek het maar eens uit en wij willen die kant uit. En niet zo. Zou u hopen dat uw collega's zeggen, die motie wordt aangenomen? Ik hoop dat die wordt aangenomen. Nou, daar denken mensen ook anders over, want er zijn mensen die het er niet mee eens zijn. Maar daarvoor is zo'n debat.
Maar ja, dan spreken we wel over fine-tunen van het geheel. Niet over de grote bedragen, over de 6, 7, 8 miljard die de begroting inhoudt. Maar over het fine-tunen. Even over die grote lijn. Er is dit jaar geloof ik 87 miljoen meer voor leuke dingen voor de mensen. Ja. Er zijn burgers die zeggen, nou hadden we dat nou niet gewoon terug kunnen krijgen. Jullie hebben... Zit er ruim in de centen, kan het niet wat minder? Een beetje minder onroerend goedbelasting, een beetje minder parkeergeld. Kortom, waarom moet dat weer opgemaakt worden? Nou, we zijn uitermate gematigd met de belastingverhoging. Dat is echt marginaal dit jaar. Wij staan op het standpunt, als je nou eens even naar de samenleving kijkt. Loop hier de stad in. Kijk eens om je heen. Dan is er een ontzettend verschil tussen de welvaart van het individu en de relatieve armoede waarin de overheid en de collectieve voorzieningen zich nog altijd staande moeten houden. Kijk eens naar gebouwen. Kijk eens naar het verschil naar een kantoorgebouw en een bijvoorbeeld een politiebureau. Het verschil is nog steeds schrijnend. Kijkt u dus naar openbare allerlei collectieve voorzieningen waar alles op een dubbeltje bekeken moet worden en de welvaart van het individu. Dus wij denken dat de mensen uiteindelijk behoefte te hebben aan collectieve voorzieningen en die goed te regelen. En dan heb ik het echt over aan sociale voorzieningen tot allemaal dingen die je gezamenlijk moet regelen als trams, bussen, dat soort zaken. Ja, Hobbersma, het lijkt bijna, we begonnen met een verhaal over het profijtbeginsel en u bent weer geëindigd als socialist, want dat bent u toch? Ik ben socialist, ja. Dank u wel. Algemene beschouwingen, en dat is de tijd van moties. En daar kun je natuurlijk mensen hebben die kijken naar het geld, zoals we de heer Halbersma, maar Auke Bijlsma, die wandelt door de stad, hè, want zo mag ik dat wel zeggen. En dan vallen je allerlei dingen op en dat vertaalt zich dan in moties rond zo'n begroting. Ja, ik heb dit jaar nogal wat moties ingediend die je opvallen als je over de straat loopt. Als je over straat loopt of fietst, dan zie je dat er bijvoorbeeld een heleboel beelden op bruggen of aan gebouwen, hè, van Hilde Krop, dat die er belazerd bij staan, op zijn zachtst gezegd. Dus ik heb een motie ingediend, college, zorg nou dat daar snel iets aan gebeurt. Op mijn verzoek is vorig jaar ook een bedrag uitgetrokken om een inventarisatie te maken. Die wordt op dit moment gemaakt, die is in maart klaar. En daar blijkt uit dat er inderdaad sprake is van zwaar achter... Oké, ik begrijp dat niet. We hebben 5000 ambtenaren, we hebben allemaal wethouders die ook door de stad fietsen. En dan moet jij als raadslid met zo'n hele lijst dingen komen, World Heritage, gevelstenen, allemaal dingen die iedereen eigenlijk kan zien. Is daar geen ambtelijke afdeling die gewoon eens af en toe door de stad fietst of loopt en zegt, hoe staan we ervoor? Ja, dat zou natuurlijk moeten. Hè? Want ik wil, ja. We hebben A, aanschrijfbeleid, B, monumentenbeleid. Dat betekent dat het toezicht, dat we in feite het toezicht, dat gewoon achterloopt en ook het onderhoud. Dat zit een onderhoud kan iedereen ook constateren. Als je naar de oude kerkstoren kijkt, of ook Zuiderkerkstoren, missen hier inderdaad leidjes af en zo. Nou, je weet, als hier een leidje van een dak af ligt, dat hoef je maar een jaar zo te laten. Dan komt er water in en dan gaan de balken rotten. Precies. Dus ook op dat punt heb ik gevraagd, maak nou eens een inventarisatie van met name grote gemeentelijke monumenten, hoe de onderhoudstoestand daarvan is, zodat we tenminste een goede begroting kunnen maken en ook naar het Rijk toe extra budget kunnen vragen, want we zitten gewoon op achterstand op dat punt en we moeten een inhaalslag maken. Nou, hetzelfde geldt voor, als je nu nadenkt over de komende jaren, volgend jaar wordt er weer opnieuw overal geherprofileerd. Maar er zijn een paar plekken waar het hartstikke nodig is. Dat is A, de Dam. Volgend jaar wordt één deel van de Dam als voetgangersgebied ingericht. Dat is wel de zoveelste keer in 5 jaar dat we dat aan het doen zijn. Hè? De bedoeling is dat om nu in 1 keer definitief te regelen. Want anders moet je 8 jaar wachten. Want we krijgen de Noord-Zuidlijn aanleggen. Zo, dan gaat dat er dwars doorheen lopen. Nou, dat moet je dus volgend jaar regelen. Dat is één van die belangrijke punten. De bioscoop, Regulies Dwarsstraat, gaat binnenkort open, hè, naast Tuschinski. Dat straatje daarachter, Regulies Dwarsstraat. Levensgevaarlijk. Daar zie ik mensen vallen en dan denk je, hoe? Maar daar komt dus iets naar voren. Dat is, er wordt een straatje gemaakt en dat ziet er dan heel mooi uit. En dan hebben we rode steentjes. Dan maken we ons enorm druk over wel of niet natuursteen. Maar wat het echte probleem is, dat daar nog een bouw is. En daar komen enorme vrachtwagens van 25 of 30 ton. Dat is ook nodig. En die rijden zaak binnen een paar dagen kapot. Nou, dat ding is helemaal niet geherprofileerd. Dat is nog die oude straat, hè, die erachter is. Maar levensgevaarlijk. Dat is echt gevaarlijk. En wij hebben dus toen we het besluit namen over die grote fietsenstalling daarbij. Hè, er komen 500 fietsjes komen erbij. Gezegd tegen het college 2 jaar geleden, zorg nou dat op het moment dat het ding klaar is, dat de straat ook geherprofileerd is. Dat het in 1 keer... Hè, nou, er is nu geen budget voor uitgetrokken, dus ook daar heb ik van gezegd, daar moet iets voor geregeld worden. Leidse straat. Gaan we even terugkomen. Ik zie daar mensen vallen in Amerika.
als dat gebeurt, waar je dus duidelijk kunt spreken over, dan zouden ze in Amerika... Er wordt de stad een strakelijk. Hier ook. Dus die mensen die daar vallen en benen breken, moeten zich gewoon melden, want het ziet er gevaarlijk uit. Nee, dat is, als mensen daardoor schade oplopen, kunnen ze bij de gemeente een claim indienen. Dat is nu ook zo. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van zijn dingen. Dus ik heb en nog een onderwerp is, volgend jaar worden de rails in de Leidse straat. Je moet eruit, want die zijn versleten, dus je moet opnieuw. Nou, als je dat dan toch doet, herprofileer dan meteen. Hè, zorg dat het netjes, meteen netjes. Nou, daar is ook geen budget voor. Ik zeg het college, jullie moeten gewoon zorgen dat dat volgend jaar in orde komt. Nou, het college zegt, ja, wij praten al met elkaar en zo, maar geeft geen spoor van een oplossing aan. Dus nou, die motie dien ik dus in, dus, zodat er een duidelijke boodschap... Maar er wordt wel daar bij Albert Heijn op het Koningsplein, wordt de rails geloof ik 3 meter verplaatst. Dat kost 3 miljoen. En daar was enorme oppositie tegen. Dat is van de week wel doorgedrukt door mevrouw Ter Horst. Dan zou je zeggen, dan heb je toch wat geld, want daar is een beetje onzinnige oplossing. Nee, want... Was maar waar. Ik bedoel, we moeten die stadshartlust, die wordt, daar zijn alle besluiten over gevallen de afgelopen tijd, die wordt dus nu zeer snel, want men gaat dubbelt zo snel daar werken om te zorgen dat het niet een jaar open ligt, maar gaat men zeer snel gewoon 12 uur per dag werken om te zorgen dat dat snel ook geregeld wordt. En de budgetten daarvoor zijn geregeld. Maar wij willen dus een aansluiting daarop, als je dan toch de rails de Leidse straat moet vernieuwen, doe dan meteen ook de herprofilering van de Leidse straat. Dan heb je dat ook meteen gedaan. Nou goed. Het andere punt is, er zijn nogal wat gevelstenen van gesloopte gebouwen bij monumentenzorg aanwezig en ook geveltoppen. Je bedoelt, er staan gewoon ergens op een opslagplaats staan van die gevelstenen. Terwijl, dat begrijp ik, op andere plekken flikkeren ze uit de gevels en daar kan je wat aan doen. Ja, maar er zijn dus dingen waarvan wij zeggen van, nou, herplaats die dingen. We hebben in de Nieuwmarkt bijvoorbeeld op diverse plekken in de nieuwbouw die dingen herplaatst op oorspronkelijke plekken. Ja. En daar is dus ook geen budget voor, dus daar hebben we ook van gezegd, zorg nou voor dat er een reservering voor komt, zodat je dat met de renovatie of nieuwbouw gewoon mee kunt nemen, dat die dingen geherplaatst worden. Want het is zonde, want anders blijven ze gewoon daar maar alleen maar liggen en worden ze niet herplaatst. Nou, daar hebben we dus samen met de VVD gevraagd. Doe je dat nou voor die mensen die door de stad lopen met zo'n puzzelclubje en dan zeggen we... Dat is hartstikke leuk. Gevelstenen, houd de mensen bij gevelstenen zijn toch ontzettend leuk. Dat zegt zoveel over de geschiedenis. Een van de meest interessante dingen. Dat geldt ook voor die beelden op bruggen. Die Hilde Krop dingen. In Oud-Zuid of in Nieuw-Zuid. Gewoon op die hoeken van die straten. Dat zijn prachtige dingen. Dus dat is natuurlijk een belazerd gezicht. Dus je ziet dat er een hoofd af is van een van die dingen. Hè? Van een van die leeuwen bijvoorbeeld. Of dat iemand het gewoon met zwarte verf heeft beschilderd. Dat moet natuurlijk maar niet kunnen. Je denkt dus echt dat het niet alleen sociaal en cultureel zinvol is, maar ook economisch. Want daar denk ik even aan die buurten van de Amsterdamse school, waar je nu bussen en bussen met toeristen komen die daar komen kijken en geld uitgeven om te kijken. Ik vind het niet, je moet het niet primair doen om het geld in het laadje brengt. Het is primair gewoon voor de gewone Amsterdammers die het hartstikke leuk vinden door de stad te lopen. Om te zien dat gebouwen gerestaureerd worden. Dat er geen achterstallig onderhoud is. Dat niet de leien van een kerk vallen. En dat de gevelstenen opnieuw geherplaatst worden. En dat die beelden gewoon ook goed onderhouden worden. Ik bedoel, daar heb je dagelijks mee te maken. En dat je niet struikelt. Doordat er bijvoorbeeld de straat niet goed geherprofileerd is. Daar heb je dagelijks gewoon plezier van. En voor mij niet primair voor de toeristen, maar voor de bewoners zelf. De bewoners en de gebruikers van de stad. Daar gaat het primair om. Niet of ze dan ook nog geld in het laadje brengen, want dat is voor mij volstrekt secundair. Het gaat erom dat die stad gewoon een culturele erfenis heeft. En je moet zorgen gewoon dat die op peil blijft. En daar hebben dus een aantal moties voor ingediend. Ja. Nou, wat heeft het... Want we hebben geloof ik... Bij een aantal heeft het college gezegd, nou akkoord, dat gaan we doen. Bij een aantal anderen niet, dus daar zullen we morgen de stemming wel over krijgen. Een van de dingen die ik had ingediend, wat het college van gezegd heeft, nou dat regelen we. Dat is bijvoorbeeld, we willen graag op de werelderfgoedlijst komen. Hè? Nou, daar moet een aanvraag voor geschreven worden. Ja, daar heb je een half jaar iemand voor nodig die zich daar helemaal op richt. Want dan wordt daarna naar UNESCO die aanvraag ingediend en dan hopen we dat in 2002... Als de 400-jarig bestaan. Die UNESCO-lijst, daar staat nu onder andere de forten van rond Amsterdam op. En net een of andere polder, geloof ik, in het noorden. Dus in Nederland is het zo dat Nederland heeft zich specifiek gericht om die projecten in te dienen die iets met water of de strijd tegen het water te maken hebben. Dat is in Nederland Schokland, het eiland wat in de Noordoostpolder ligt. Er zijn de molens in Kinderdijk. Dat is de stelling rondom Amsterdam, omdat die helemaal gebaseerd was op het onder water laten lopen van de landerijen daar.
Dat is de Beemster, die gaat dus ingediend worden. En dat is dus de binnenstad van Amsterdam. En ik geloof dat het Woudergemaal in Lemmer, omdat dat het enige gemaal is wat 80 jaar oud is en nog steeds werkt, dat dat ook op is ingediend. Nou, dat zijn dingen die voor het buitenland buitengewoon interessant zijn. En je ziet ook hoe het werkt, hè? Die werelderfgoedlijst, UNESCO heeft geen sou, heeft geen cent om daar... Maar die mensen komen met zo'n lijst naar Amsterdam. Het feit dat je op zo'n lijst komt, en er zijn op ogenblik wereldwijd nu 500 dingen opgezet, zoals de Borobudur en dat soort zaken, en dat staan er ook op, de piramides in Egypte, dat werkt toch heel beschermend. Want de sanctie die UNESCO heeft, is dat ze hebben weliswaar geen geld om dingen op te laten knappen, maar ze kunnen je wel weer van de lijst afgooien als je je gebouwen niet onderhoudt of als je zodanige ingrepen pleegt dat het de karakter daar helemaal mee aan wordt getast. In Egypte bijvoorbeeld wouden ze een brede asfaltweg vlak langs die piramides maken om toeristen aan te voeren. Toen heeft UNESCO gezegd, jullie dat doen, dan gooien we die piramides weer van de lijst af. En daardoor is toen die aantasting niet doorgegaan. Dus het is echt een... Nou, stelling van Amsterdam kun je ook heel goed zien. Dat zijn die ring van forten. Hè? Dat zijn enige tientallen forten. Nou, die lagen er allemaal verkommerd bij. Niemand wist dat die dingen er eigenlijk... Die zijn we ook een beetje aan het opknappen nu al. En je ziet nu dat allerlei gemeentes waar die dingen die zeggen... Hé, we staan op de werelderfgoedlijst. Weet je wat we moeten doen? Laten we dat eens een verfje geven. En dan moeten ze een fietspad en een voetpad langs. En je ziet ineens dat dat een enorme swoem geeft. Dus er worden op ogenblik werkgelegenheidsprojecten van jongeren. Die dreigen te ontsporen mee, heb je vandaag in de krant kunnen lezen. Worden daarmee gedaan tot met veel succes. Die worden opgeleid als op die manier als bouwvakker. Krijgen daarna meteen ook een baan. Dat is heel interessant. Dus het werkt naar alle kanten toe buitengewoon positief. En terwijl, ja, UNESCO heeft geen cent. Die kan alleen zeggen, wij vinden dit van zodanige waarde dat het inderdaad op de werelderfgoedlijst mag. Nou, dat willen we dus met de binnenstad van Amsterdam ook doen. Daar moet een aanvraag voor geschreven worden. Dus ik had een motie ingediend van zorgen dat er geld voor zou komen. Nou, toen heeft BNW gezegd, nee, maar we hebben dat inmiddels geregeld. Dus dat ligt vast. Die aanvraag wordt ingediend. En we hopen dus dat over 2 jaar dat we definitief erop staan. Want in 2002, dan vieren we het 400-jarig ontstaan van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Wat de eerste multinational waren zo ongeveer was. En de archieven van de VOC, dat is ook heel bijzonder. Dat zijn van alle scheepsbewegingen, van elk schip, weten we nu nog precies wat er ingezeten heeft. En dat gedurende een paar honderd jaar lang. Hè, waardoor het allemaal nog bekend is. Dus die archieven, die staan, dat noemen ze dan op de World Memory List. Die komen daar hopelijk op te staan. En nou, dat is natuurlijk ook buitengewoon bijzonder. Want als je nu een schip ergens vindt wat gezonken is, dan weet je tot de laatste nagel precies wat er in de lading aanwezig moet zijn. En zit er meer lading in, dan is er gesmokkeld. Dus dat kun je dus nu... Zo ging dat ook nog wel niet uit. Zeg, luister, dus jij bent een wandelaar en fietser door de stad. Je gebruikt veel het openbaar vervoer. Nou is er een plan voor rekeningrijden. Nou, dat is mooi voor de auto's en dat soort dingen. Maar jij zit wel eens om 8 uur 's morgens in de trein naar Hilversum of Utrecht. Iedere dag bijna in de trein naar Den Haag. Okay. Moet je dan nou, denk je dat je moet gaan opschikken, zal ik maar zeggen? Nou, kijk, wij moeten als fractie daar nog een standpunt over innemen. Politiek standpunt, maar hoe druk is het 's morgens in de trein? Nou, het is nu natuurlijk, kijk, als je mij vraagt naar de kwaliteit van het openbaar vervoer, belazerd. Dat kunnen we gewoon, dat kan ik nu 10 tot 15 jaar. Ik ben een fervent gebruiker van het openbaar vervoer, maar ik erger me daar iedere dag wezenloos aan de manier waarop gewoon de zaken geregeld zijn. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Als je in de file staat, dan zit je in een lekker verwarmd autootje met de radio aan. Is er een trein uitgevallen of is een trein te laat, en dat is op het traject waar ik op reis, is 40% van de treinen te laat, gemiddeld, over een jaar genomen. Dan sta je daar in de winter op een perron zonder verwarmd beschut hokje waar je in kunt zitten. Hè? Dus nou, dat is maar één ding. Bij Schiphol hebben ze net een heel nieuw perron gemaakt. Een heel nieuw stuk rails gemaakt met een perron erbij. Dan zie je die mensen met zware koffers naar beneden gaan. En die zie je dan zoeken. Want ja, de trein die komt natuurlijk weer eens voor zoveel keer te laat. En die van, kunnen we ergens zitten? Op dat hele perron is één bankje. Nou, waar 4 mensen naast elkaar kunnen zitten. Dat zijn maar hele simpele dingen. Maar Schiphol toch niet een plek is waar de dealers zich zouden verzamelen? Nee, absoluut niet. Nee. Dus dat zou je daar dus heel goed kunnen regelen. Nee. Nou, andere dingen. Als je je abonnement
meer dan 3 keer per jaar vergeet. Want je hebt wel eens een jasje of zo en weet ik wat. Nou, in plaats van dat elke conducteur dan een ding bij zich heeft. Die zegt, oh, waar woont u daar en daar? Oh, nee, inderdaad, u heeft een abonnement. Nee hoor, moet je de volle map met een boete betalen. Hè? Ja. Als ik 's ochtends kom en de trein is uitgevallen, omdat de machinist niet is komen opdagen of weet ik wat. Dan betalen ze jou niks, hè? Betalen ze mij. Nou, dus het is. Bij vliegtuig is dat wel zo, hè? Als je... Nou, bij Thalys ook. Ik had laatst in de Thalys viel de stroom uit van het net, konden zij dus niks aan doen. Stond de trein een uur stil, werd keurig omgeroepen. U krijgt allemaal de helft van uw geld terug. We komen direct met formulieren langs, kunt u meteen invullen, meteen opsturen. Krijgt u het keurig terug. Nou, dat zie ik de spoorwegen dus nog niet doen. Nou, dat soort dingen. Het zijn kleine dingen, maar ik wil mensen die bijvoorbeeld niet zo goed ter been zijn. Die komen dan met een koffer en die moeten dan hun koffer proberen naar de taxis te krijgen. Nou, ik geef het je te doen als je wat ouder maar bent. Mag ik concluderen dat als dat rekeningrijden in discussie komt, hè, dan is dat voor jou, zou dat een van de overwegingen zijn van dan moet je wel iets aan het openbaar vervoer doen. Kijk. 20-30% meer mensen erbij s'morgens, dat kan. Dat is een absolute voorwaarde dat de frequentie van het openbaar vervoer en ook de onderlinge afstemming van het openbaar vervoer op en rondom Amsterdam, dat het vele veel beter is. Ik bedoel, Duitsland heeft een compleet systeem, bijvoorbeeld rondom Keulen of rondom Hannover, waar ze een perfect afgestemd openbaar vervoer hebben. De bussen zijn afgestemd op treinen, kunnen met dezelfde kaartjes terecht. Ze hebben vervoersabonnementen afgesloten met de grote werkgevers, waardoor werknemers dan bijvoorbeeld 's avonds een partner mee kunnen nemen, gratis in de trein of in de bus. Of in de... Nou, dat soort dingen. Zou in Amsterdam of omgeving natuurlijk ook allemaal kunnen. Dat was in Duitsland, op waarom kan het hier niet. En ook een veel frequenter vervoer. Ik wil, als je weet dat als we het voltage zouden verhogen van de spoorwegen, dan zou je dus 25% meer treinen op het traject kunnen laten rijden. Nou, de frequentie moet natuurlijk nodig omhoog. En dan maakt het ook niet zoveel, als je een hoge frequentie hebt, dan maakt het niet zoveel meer uit hoe laat een trein er gaat. Dus toch... Ontgaat, maar als je de voltage verhoogt, dus eigenlijk de trein meer vermogen geeft, zodat ik sneller kan optrekken en stoppen. Het net meer vermogen. Je merkt nu regelmatig dat je stil moet staan met de trein voordat je de station binnenrijdt. Weet je waarom dat is? Omdat er op dat moment zoveel treinen tegelijk op het station staan, die trekken zoveel stroom van het net, dat dan een aantal treinen die aankomen moeten wachten tot eerst die anderen vertrokken zijn. Want anders dan slaan de stoppen door, bij wijze van spreken. Dus dat is echt de reden waarom... Ik doe me weer beter denken aan die gevelstenen, niemand ziet het, maar je... Dus in de Tweede Kamer door een aantal partijgenoten van mij is dat net naar voren gebracht. Van NS, probeer dat nou eens, want daardoor zouden we gewoon een veel sneller net kunnen hebben met een grotere capaciteit. Want nu is het natuurlijk vaak in het openbaar vervoer. Dus openbaar vervoer moet beter. Ja. Het afwenden. Wat gaat gebeuren is natuurlijk dat ieder bedrijf zegt, nou Piet, jij komt nu uit Utrecht of de A2 of de A4. Dat die 5 gulden of dat tientje wat het er per dag gaat kosten, dat vergoeden wij jou weer. Daarmee gaat het effect van dat rekeningrijden natuurlijk verdwijnen en gaan alleen maar de mensen die het uit eigen zak moeten betalen daar uiteindelijk onder lijden. En dat zijn waarschijnlijk de mensen die niet het rijkste zijn. Nou kijk, dat is een van de risico's. En kijk, je doet nu al net alsof de beslissing genomen is om het in te voeren. Maar dat is natuurlijk nog niet zo. We moeten daar nog helemaal... Wij staan compleet vrij, hoor, wat dit soort zaken betreft. We moeten onze mening nog geheel opmaken. Dus het is nog absoluut geen gelopen race. Dat moet gewoon heel... Want in de kranten wat er net gedaan, het allemaal in kan en kruik is. Nee, daar moet nog een complete discussie over plaatsvinden. Vind je dat de burger daar bijvoorbeeld via een referendum mee zou mogen praten? Nou, ik weet niet of het mag op dit punt. Nee. Omdat het natuurlijk... Keuler zei net dat het een contract is tussen 2 overheden. Nou, het probleem is een beetje van, in Amsterdam zou je het bijvoorbeeld kunnen doen, maar het probleem is een beetje dat de mensen die er natuurlijk het meest mee te maken hebben, zijn de mensen van de omliggende gemeentes. Dus dat moet je dan regelen. Maar ik vind het op zichzelf natuurlijk, ik heb het persbericht gelezen en gisteren ook gevraagd in de ROA, van ik lees het hele persbericht niks over een proef. En ik dacht toch dat de bedoeling was een proef te doen. Van, en een evaluatie dan te houden. Maar er staat net alsof, als je het persbericht nu leest... Nou, dan staat Nederland vol met van die proefstukjes, zoals de weg naar de H1 natuurlijk. Nee, maar je moet... Stel dat je het zou doen. En het werkt allemaal niet. Dan moet je toch af kunnen blazen. Dan moet je toch, terwijl nu, zoals het er nu staat, dan is het net alsof we er al tot 2010 compleet aan vastzitten. Want het nou lukt of niet. Ik heb in ieder geval het persbericht van het verkeer en waterstaat stond daar dus... Niks over in, over het feit of het al of niet een proef is. Dus nou ja, ik ben dus heel benieuwd naar de discussie. Ik heb in het persbericht gezien dat er wel allemaal concrete wegenprojecten zijn genoemd. Maar dat er alleen maar staat, ja, er moet intensiever
een duurzame gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. En nou, dat willen we stimuleren. Maar op welke wijze? Dus dat horen we nog voor de discussie. Willen we in ieder geval dat soort zaken, willen we in ieder geval weten wat men daar voor ogen heeft, voordat je überhaupt een beslissing over die hele zaak neemt. Oké, Alco Bijlsma, bedankt. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat de mensen die door Amsterdam wandelen ook af en toe hun ogen open doen. Dankjewel. Hoi.